De afgelopen twee weken heb ik wat veranderingen gedaan in mijn portfolio. Ik heb wat aandelen verkocht, ik heb wat aandelen gekocht. En dat wil ik in deze video gaan bespreken. Dus welke aandelen heb ik dan verkocht, welke aandelen heb ik daarvoor in de plaats gekocht en hoe ziet mijn portfolio er op dit moment uit? Geef even een duimpje omhoog tijdens de intro, dan kunnen we nu beginnen met de video. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Voordat we naar mijn portfolio gaan kijken, even kort, of misschien niet eens kort, maar wel even een mededeling. Want ik heb namelijk een nieuw YouTube-kanaal gestart. Ik heb daar nog geen video's op gepost, maar dat komt binnenkort. Maar in ieder geval, dus een extra kanaal naast dit kanaal. Dit kanaal gaat gewoon zo blijven. Want Misschien is dan vraag daarvan, waarom heb je dan een nieuw kanaal gestart? Nou, ik ben wat bezig met wat kijken naar de structuur, kijken wat is eigenlijk het idee van een passief inkomen. En het idee is altijd geweest om eigenlijk drie onderwerpen te behandelen. Persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En eigenlijk de laatste twee jaar ben ik heel veel bezig geweest met video's rondom beleggen. En ik denk nu dat het eigenlijk het goede moment is om daar even een opsplitsing te maken. Ik ga gewoon op dit kanaal nog gewoon video's maken over beleggen. Maar dan wel meer het, het passieve beleggen, beleggen voor de langere termijn. Terwijl ik zelf merk dat heel veel van mijn kijkers, maar ik zelf ook, wel steeds meer bezig ben ook met actief beleggen, met wat meer swing treden, met wat meer risico nemen, met losse aandelen. En ik denk dat het beste is om daar een apart kanaal voor te maken en dat dus eigenlijk los te zien van dit kanaal. Want ik denk wel zeker dat beleggen een heel erg belangrijk onderdeel is en misschien wel het belangrijkste onderdeel voor is, voor heel veel mensen. Om een passief inkomen op te bouwen door te gaan leven uiteindelijk van rendementen of door een klein gedeelte van je vermogen te kunnen verkopen telkens. Dus beleggen is gewoon heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het juist voor de meeste mensen ook heel interessant is om daar niet al te veel mee bezig te zijn. Zeg maar één keer in de maandje ETF's te kopen bijvoorbeeld. Terwijl heel veel mensen er zeker nu ook eigenlijk wel een beetje met crypto wel actief mee willen bezig zijn. Nou, daar is dat andere kanaal dus voor, dus uh, dat was eigenlijk de korte mededeling. Mocht je alvast willen abonneren op het kanaal, ik zal een linkje naar het volgende kanaal, naar het nieuwe kanaal posten uh, onder deze video, dan kun je het kanaal alvast volgen. Mocht er dan denk ik vanaf volgende week daar wat video's online komen, dan krijg je die meteen mee. Maar dat gezegd hebben we, laten we dan gaan kijken naar mijn portfolio, of eigenlijk ook de updates rondom mijn portfolio, want zoals gezegd de laatste twee weken ongeveer heb ik wat dingen veranderd. Ik heb wat aandelen verkocht, ik heb daar andere aandelen, of misschien... Die ik al had, juist voor bijgekocht. Het eerste idee daarachter was weer om wat meer overzicht te krijgen, wat meer structuur te krijgen in mijn portfolio. Uh, dat doe ik regelmatig, maar dan tussendoor ga ik toch weer wat kopen op basis van wat nieuws, van wat onderzoek. Maar na een tijdje denk ik dan weer van, oh, het zijn toch wel weer veel posities. Laat ik weer wat teruggaan naar het, ja, wat mijn eigenlijke idee was natuurlijk. Dus laten we eerst gaan kijken naar bijvoorbeeld wat transactie die ik heb gedaan op 7 april. Ik verkocht toen Unilever en Centenne Corp. en ik kocht daarvoor Nio. Uh, Unilever ten eerste, nou gekocht een paar maanden geleden omdat ik het wat ondergewaardeerd vond. Uh, een aandeel wat gewoon een stabiele basis is. Maar pas geleden dacht ik eigenlijk, als ik ga voor een stabiele basis. Kan ik dan niet gewoon beter VWRL kopen, uh, de breed gespreide ETF en die dus als stabiele basis ja, nemen? Die heb ik al, kan ik die niet beter uitbreiden? Nou, uiteindelijk heb ik dus Unilever verkocht met een paar procent winst. Een ander aandeel dat ik verkocht was wat Centene Corp. Dat was gewoon een swing trade. Uiteindelijk verkocht ik het met wat rendement en heb ik dus wat winst genomen. En de reden dat ik het toen verkocht, omdat ik eigenlijk nog niet het beste moment had gekozen, maar wel op dat moment dacht: laat ik wat meer overzicht krijgen. Uh, het geld van die twee heb ik ten eerste, dus die dag ook meteen geïnvesteerd in NIO. Uh, die positie had ik al, die heb ik op die manier wat uitgebreid. Ik heb 50 aandelen gekocht voor 39 dollar. Eigenlijk een beetje geprofiteerd van de dip die nu gaande is bij IV-aandelen. En op die manier kan ik ook mijn gemiddelde aankoopprijs verlagen. Nio zie ik gewoon als een Tesla-concurrent waar ik in geloof, maar dan wel echt meer voor, het, ja, voor China. Niet zozeer dat ze naar Amerika komen of zo, maar ik denk voor China zeker een heel belangrijke partij met een ja, mooie marktpositie eigenlijk op dit moment en zeker ook denk ik wel in de toekomst. Gaan we dan kijken naar 16 april? Iets meer dan een week geleden verkocht ik twee specs. Uh, deze week maakte ik trouwens nog een video over specs. Ze worden hard afgestraft op dit moment en ik heb ze dus ook verkocht. Um, welke dat twee dat waren, nou dat was ten eerste Gig Capital 3, gekocht als een soort van gokje eigenlijk, gebaseerd op video's van Dumb Money, en nu denk ik er dus anders over, zeker ook eigenlijk wel aangezien het tegengeluid wat er nu is voor specs. Um, al was er een paar dagen geleden, dus nadat het verkocht was, wel een mooie opleving van 20%, maar dat zul je altijd zien. Je kunt het toch niet timen, blijkt het wel. En de andere spec die ik verkocht was, uh, was NGA. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Gig Capital. Verkocht als, gekocht moet ik zeggen, als een gokje voor money. Um, nu heb ik eigenlijk niet meer zo'n behoefte aan deze aandelen. Ik heb mijn een verlies genomen van een paar honderd euro op deze posities. Um, ook wel weer een beetje leergeld. Misschien was het, toen ik ze kocht was het sentiment rondom specs heel erg goed. Maar nu denk ik er weer anders over. En denk ik ook dat ik uiteindelijk, ja, wat ik zeg, meer overzicht wil krijgen. En misschien ook wel uh, ja, dat het wel wat langer duurt. Zou ik hier weer in de plus staan? Ik denk dat ik dat geld op dit moment anders beter kan inzetten. Ik heb er geen nieuwe aankopen van gedaan op dat moment. Ik heb dat geld ongeveer 800 dollar gewoon in mijn vrije ruimte laten staan. Op 20 april heb ik dan de laatste transacties gedaan. Een paar verkopen en het geld wat ik had gestopt in nieuwe aandelen. Maar wat heb ik verkocht? Ten eerste Archimodo. Hier heb ik winst genomen op deze positie. Ik dacht ongeveer 26% in de plus. Had veel meer kunnen zijn, maar dat was bij de meeste aandelen zo. Het stond een tijdje geleden namelijk stukken hoger. Uh, verkocht eigenlijk omdat het, ja, een beetje de hype, laten we het even noemen, rondom EV's wel een beetje over is. En ook Archimodo had de laatste tijd heel veel goed nieuws. Ze hadden een nieuwe fabriek, ze gingen dingen op opschalen. En nu is het denk ik allemaal wat minder. Dus ja, het moment is gewoon niet meer daar. En ik denk 26% mooi moment om eigenlijk uh, ja, winst te nemen. De volgende positie was dan Beyond Meat. Die heb ik al vaker besproken. Ik had vijf aandelen, maar uiteindelijk, ook sinds de laatste keer dat ik het besprak, nooit echt meer bijgekocht. En ik denk dat ik het op de korte termijn ook niet echt van plan ben. Dus op die reden heb ik deze positie gesloten. Met een winst van zo'n 35%. Uh, wat heb ik dan gekocht? Nou, ten eerste de 10 aandelen van Apple. Ik geloof gewoon heel erg in het bedrijf. Zeker voor de lange termijn. Het is een groot en stabiel bedrijf. Enorm winstgevend. En vol op kansen dus met hun eigen chips. Hun M1 chips op dit moment. Een positie die ik al had en die ik dus uit heb gebreid met 10 aandelen. En ik heb ook Facebook bijgekocht. Hier heb ik 5 aandelen bijgekocht. Ook hier had ik een, al een positie, dus die heb ik uitgebreid. Facebook ligt een beetje onder vuur vanwege hun advertenties. En misschien ook juist wel vanwege het nieuwe systeem vanuit Apple die de tracking wat gaat blokkeren. Dus het zou wat moeilijker kunnen worden voor Facebook. Um, maar ja, voorlopig blijft Facebook gewoon enorm winstgevend, enorm dominant in deze markt. En ik denk dat er zeker ook de komende jaren nog steeds groei mogelijk is. En vervolgens dan de transacties van 21 april. Uh, op die dag verkocht ik FedEx. Ik heb die een paar maanden geleden gekocht. Maar die is inmiddels zo hard gestegen dat ik volgens mij al meer dan 60% in de plus stond. Um, en vooral de laatste tijd ging het echt enorm hard. Terwijl ik denk dat het misschien wel een beetje te ver vooruit loopt. Dus daar ook verkocht. Misschien om later, als er eventueel een koersdaling is geweest, opnieuw in te stappen bij FlatX. Want het is wel interessant voor de lange termijn. Ook Virgin Galactic heb ik verkocht. Um, ook ja, een aandeel. Ja, niet echt een hele goede reden waarom ik het vorig jaar gekocht had. Ik geloofde er wel in. Ik vond het wel leuk een keer. Ook daar had ik gewoon rendement, dus ik dacht, laat ik daar um, eigenlijk maar mijn winst gewoon nemen. En in plaats daarvan, dus het geld wat ik van die twee heb, heb ik juist geïnvesteerd in bijvoorbeeld twee ETF's van Vanguard. VWRL, de wereldwijd gespreide, maar ook FUSA, de uh, 500 grootste bedrijven van Amerika. Daar heb ik dus meer, iets meer basis in mijn ETF's genomen, iets meer geld in die ja, trackers, in die ETF's. En ook Nio heb ik opnieuw een positie uitgebreid met in dit geval um, 25 aandelen. En voordat we gaan kijken naar mijn portfolio op dit moment wil ik je even vragen, geef een duimpje omhoog als je het een leuke video vindt en het kanaal wilt helpen. En wil je geen video's meer missen, zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal met de knop abonneren onder deze video. En onder deze video vind je trouwens ook nog de link naar het andere kanaal. Dus mocht je meer interesse ook hebben in het actief beleggen, het ja, dagelijks, eigenlijk wekelijks bezig zijn met aankopen doen, verkopen doen, ga dan zeker dat kanaal volgen. Want dat kanaal gaat dus veel beter aansluiten bij ja, de ideeën, jouw manier van beleggen. Nou, dat gezegd hebben we, laten we gaan kijken naar mijn portfolio op dit moment. En hier zien we een screenshot uh, van dit moment, van vanochtend, bij de Giro. De Giro is de broker die ik gebruik voor mijn aandelen en ETF's, net zoals 1 miljoen andere trouwens. Via de link onder de video kun je gratis een account openen. En het helpt ook nog eens het kanaal, zodat ik ook in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. Dan kijken we naar het totaalbedrag. Het totaal staat nu op bijna 177.000 euro. Gisteren was het nog even boven de 180.000, maar toen lekten de plannen van Biden uit voor extra belasting, uh, meer belasting voor ja, hoge inkomens, rijkere mensen in de VS. Had nogal een behoorlijke impact op de aandelenmarkt en ook op crypto trouwens. Al denk ik dat dat wat meer voor de korte termijn is. Maar alsnog sta ik dus in de plus met zo'n 107.500 euro, dus niks te klagen laten we zeggen. Kijken we dan naar de aandelen, dan zien we 17 posities staan. En laat ik ze even opdelen in een paar. Een paar groepjes gewoon. Ten eerste voor de lange termijn. Nou, dan hebben we Adifica vanwege het zorgvastgoed. Vastgoed in een sector die groeit vanwege de vergrijzing, dus daar geloof ik echt in. Apple, zoals ik net al eerder heb genoemd, om die redenen. Facebook, voor zolang ze in ieder geval nog dominant blijven bij social media en winstgevend zijn. Wat hopelijk en ik denk ook wel nog echt de echte komende jaren zo is. Nio dus, als Chinese concurrent van Tesla waar ik in geloof. Het is dan misschien niet zo goed en zo goed geïntegreerd als Tesla is. Maar ze zijn wel ja, flink marktaandelen pakken in China. En dat denk ik ook wel dat het de komende tijd zo blijft. Dus dat kan echt een mooie partij worden. En dan vooral ook eigenlijk wel vanwege de Chinese markt en uiteindelijk ook wel Europa. Uh, Palantir dan, een kleine positie, waar ik best wel ja, erg in geloof. Hun software zorgt gewoon voor best wel revolutionaire dingen. Die bijna in elke sector kunnen worden toegepast. En je ziet ook steeds meer bedrijven die het gaan gebruiken. Dus hier zie ik echt wel enorme mogelijkheden liggen. Prologis dan vanwege het logistieke vastgoed. Ik geloof in een mooie groei hier van dit aandeel van dit bedrijf, van deze sector misschien ook wel. Terwijl ja, we gaan gewoon steeds meer online doen. We doen al heel veel online, maar de, de groei is nog enorm. En dan heb je dit soort grote, uh, grote vastgoeddingen opslagcentra zeg maar wel echt nodig. Square als betalingssysteem, als vervanging van banken en gewoon als fintech, zoals ik erin geloof. Dit is echt de toekomst zoals ik zie wat betreft financiële diensten. En uiteindelijk natuurlijk Tesla, mijn grootste positie wat betreft inleg, maar ook zeker wat betreft winst. Het is alweer iets lager, want het heeft hoger gestaan natuurlijk. Maar ik geloof nog steeds in de komende jaren dat ze echt flink gaan groeien. Nou, het volgende groepje is eigenlijk wat aandelen waar ik denk ik winst op ga nemen. Ten eerste Alve is een aandeel waar ik dus winst op ga nemen als het binnenkort weer wat doorstijgt. Ook dat is weer ja, best wel redelijk gedaald. Waarschijnlijk denk ik de helft van mijn aandelen ga ik verkopen eh, wanneer het juiste moment er is. Ik weet niet wanneer dat is, dat moet ik even kijken. En daarna ga ik dan denk ik swing met die opbrengst. De andere helft van alpha houd ik wel voorlopig vast of ga weer bijkopen wanneer het aandeel dan na, die, na dat moment gewoon weer gaat dalen. En eigenlijk basic fit is daar hetzelfde verhaal, al een paar keer gedacht om te verkopen net zo iets boven de 37 euro. En telkens daarna zakt het aandeel ook in, dus daar op, dit, op dit moment ligt daar gewoon de top. Het aandeel is nu hard gegroeid afgelopen jaar, ondanks de crisis. Maar er wel dus een bedrijf waar ik in geloof voor de lange termijn. Gisteren nog het nieuws dat ze aandelen gingen uitgeven. Vanochtend het nieuws dat dat gelukt is. En meer dan 200 miljoen euro hebben opgehaald. Dat geld gaan ze gebruiken om wat af te lossen. Maar daardoor krijgen ze ook meer ruimte van banken om uiteindelijk ook. Ja, Overname ze doen dadelijk. Ze kunnen sneller groeien. Ik denk dat ze marktaandeel gaan winnen zelfs. Veel kleine sportscholen zullen de crisis niet overleven. En daar kan Basic Fit dan wel van profiteren. Um, voor, de, voor de crisis gingen ze al um, ja, verdienen ze een sportschool, een nieuwe sportschool binnen drie jaar terug. Dus als ze dat kunnen volhouden, of misschien wel kunnen verbeteren. Echt een aandeel waar ik wel geïnvesteerd in wil blijven. Kijken we dan naar wat swing trades. Ten eerste cm.com. Had ik gisteren een hele goede dag mee, 8% in de plus, maar ik sta nu nog 1% in de min. Ik zie dit als een swingtrade en ik wacht dus even het juiste verkoopmoment weer Euronav, gekocht vanwege de aantrekkende olieprijzen, goed voor ja, de business van Euronav, dat olie vervoert in hun tankers. Dus winst nemen ook zodra daar de economie weer op gang komt, dan zal het aandeel wel weer flink gaan stijgen denk ik dan. Ontex dan, een luierbedrijf waar ik over las bij IEX, daar liggen wat kansen en heb ik gewoon een gokje genomen als swingtrade. En Shell vervolgens als swingtrade op basis van indicatoren. En iets daarover ga ik ja, volgende week vertellen op dat andere kanaal. Iets meer informatie over uh, wat die indicator is en hoe ik daarmee swingtrade. Dan blijven er nog een paar aandelen over. Uh, Albe Marle moet ik nog even uitzoeken of ik het nou echt als lange termijn zie of gedeeltelijk winst ga nemen. Bij een eventuele koersstijging. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Novumonde Graphite. Ook een bedrijf wat bezig is met grondstoffen voor de EV-markt. Zoals de naam al zegt van uh, Graphite. En hier is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij al de malen. Even nog een beetje uitzoeken wat ik ja, van plan ben mocht het aandeel weer gaan stijgen. Nou hebben we dan nog ETF's helemaal onderaan. Uh, laatst heb ik er weer wat bijgekocht. En ik ben ook wel van plan om ja, hier wat uh, meer posities te gaan nemen. Dus ja, uit te gaan bereiden laat ik het zo zeggen. Misschien wat meer posities, meer ETF's. Maar zeker het belegde vermogen binnen ETF's wil ik gaan verhogen. Gewoon zorgen voor een grotere, stabielere de basis van mijn portfolio, want nu is het zo'n 12.000 euro en dat is op zich best heel erg netjes, maar vergeleken met de rest van mijn portfolio valt het dan wel weer mee. En ik denk ook dat het ja, misschien wel het goede moment is om nu wat winst te nemen op andere plekken en dan even de stabiele basis wat uit te breiden. Maar tot zover dus mijn verkopen, mijn aankopen en mijn portfolio dus op dit moment. Ik hoop dat je het weer interessant hebt gevonden, dat je er misschien ook wel iets van hebt geleerd. Maar heb je nou nog tips of suggesties of andere feedback, laat dat weten in de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik jou weer bedanken voor het kijken en tot de volgende video.